In de derde aflevering van de Pokémon Scarlet and Violet DLC, de Teal Mask, evalueer ik al mijn Pokémon, zodat we een sterker team hebben. Ik laat je ook zien waar ik deze Poltergeist heb gevonden, een gloednieuwe Pokémon. En maken we ons klaar voor een leuk feest met maskers. Doe alvast een duimpje omhoog en vergeet je zeker niet te abonneren voor vette Nintendo video's. Ik ben alleen vergeten om op de opnameknop te drukken, dus je kan ze niet allemaal zien evalueren. In ieder geval hier wel nog een klein stukje van Nuzleaf. En die laat je door evalueren door hem een Leafstone te geven. En ja, dan wordt hij best wel een coole Pokémon. Nou ja, Nuzleaf is eigenlijk ook al best wel cool. Kijk, daar gaat hij, daar gaat hij, daar gaat hij. En nou ja, oké. Is het een coole Pokémon? Ik bedoel, hij heeft wel een beetje vreemde armen. En hij lijkt een beetje in elkaar geknutseld. Het is Shiftry. Hij is van de partij. En eigenlijk heb ik heel mijn team al geëvalueerd, zoals je hier kan zien. Ninetales is geëvalueerd vanuit Vulpix. Door Vulpix natuurlijk een Firestone te geven. Poliwag is inmiddels een Poliwrath geworden. Door hem eerst te levelen naar Poliwhirl en vervolgens een Waterstone te geven. Kijk, en Yanmega is er ook. Yanma kan je alleen maar evalueren als jouw Yanma Ancient Power kent. Gelukkig kan Yanma die leren en wordt hij dan een Yanmega. En hier hebben we Mightyena. Ik vind het design van Mightyena wel vet. Ik vind het wel een coole Pokémon. Ziet er nog best wel lief uit ook. Kijk ze nou staan samen. Mightyena en Ninetales. Heel cool. Die passen wel goed bij elkaar. Dus ja, dit is het teampie. We moeten nu in ieder geval hier eigenlijk naar de andere kant van deze berg. Hey, what up? Ekans. Hoe is het leven, Ekans? Heb jij toevallig zin om dit team ook te joinen? Ik bedoel, jij staat ook nog niet in mijn Pokédex, hè? Dus ik wil je eigenlijk wel vangen. Laat even nog steeds in de reacties weten wie er sowieso in mijn team moeten in deze DLC playthrough. Ik maak dus alleen gebruik van Pokémon die nieuw zijn in de game. Ekans kon je bijvoorbeeld niet vangen in de originele Scarlet en Violet game, maar ik denk niet dat wij Ekans en Arbok in ons team moeten doen. Dit is die nieuwe. Dit is ook een nieuwe Pokémon. Ja, joh. Ik vlieg er opeens lang. Dit is die Poltergeist. Of Poltergeist. Ik wil hem eigenlijk niet aanvallen, omdat ik hem sowieso wil vangen. Dus ik begin maar gewoon met een Ultra Ball te gooien, denk ik, of zo. Misschien pakken we hem in één keer. We pakken hem in één keer. We hebben hem. De gloednieuwe Poltergeist. Ja, die moeten we eigenlijk wel in het team doen. Dit is ook weer Grass. Jeetje, waarom is iedereen Grass hier? What? De overblijfselen van een theeceremoniemeester die is overleden voordat hij zijn matcha thee kon perfect kon maken. En toen is die een Pokémon geworden. Oké. Ja, die moet wel in mijn team. Ja, dan maar voor Shiftry, denk ik. Want anders hebben we alleen maar Grass Pokémon straks in het team. Oké, we zijn dus onderweg naar het tweede bord waar we een selfie moeten gaan maken. En ik loop hier tegen een Fomantis aan. Dit ziet eruit als een hele oneerlijke battle. Maar Fomantis is natuurlijk wel een Grass-type. Nou, uiteindelijk was het ook oneerlijk. Lekker Poliwrath. Oké, maar we moeten dus daar de berg op, hè? Ik denk dat hieronder trouwens... Wacht even, ik ga even kijken. Ik denk dat hieronder namelijk ook wel een nieuwe Pokémon zijn misschien. Sandshrew. Die vind ik ook leuk. Ah, zoveel generatie 1 Pokémon. Ja, die wil ik ook wel. Oh, Sandshrew die ontwijkt mijn aanval. Oké. Doe maar stoer. Ga je nou gewoon een zandstorm gooien? Wat? Ik raak hem gewoon helemaal niet, joh. Straks heb ik een heel generatie 1 team. Inmiddels 3 beurten verder. Ik heb hem nog steeds niet geraakt. Dus nu ben ik zat. Nu gooi ik gewoon een ultrabal. Let's go. Kom maar hier, Sandshrew. Let's go. Dan doen we het zo. Ik ben wel benieuwd trouwens. Wat is jouw favoriete eerste generatie Pokémon? Laat het even weten in de comments. Die van mij is duidelijk. Dat is Scyther. Dat weten jullie. Maar Sandshrew vind ik ook wel echt heel leuk. Ja, ik vind ze bijna allemaal leuk. Daar komt het op neer. Oké, Sandshrew mag er wel even bij. In plaats van Mightyena. Dit wordt zo moeilijk kiezen straks. Ik weet straks nog helemaal niet meer wie ik in mijn team wil houden. Sandshrew! Nou, omdat jij mijn team bent gejoind van al deze Sandshrews die hier staan, mag jij gewoon gelijk evolueren. Naar Sandslash! Cool! Oké, we gaan verder. Ik ben continu afgeleid door de nieuwe Pokémon die ik overal zie. Oh, dit is de plek waar ik moet zijn. Dit is Kitakami Hall. Hier moeten we de volgende selfie maken. En dit is het tweede bord. Laten we kijken wat hier dan weer op staat. Dit gaat volgens mij nog steeds over die ogre. In de vorige video hebben we daarover geleerd. Ja, zie je? De ogre die heeft 4 mysterieuze glimmende maskers. Op basis van welk masker hij opzet, veranderen de krachten van de ogre. Als hij de Teal Mask op heeft, kan hij het groen terugbrengen in het land. Landschap om hem heen. Oh. Wou de ogre dat niet gewoon doen toen hij naar het dorpje ging? Als hij het crimson masker op heeft, kan hij een klein vlammetje heel groot laten worden. Als hij het blauwe masker op heeft, dan kan hij rivieren laten stoppen met stromen. En als hij het asgrijze masker op heeft, dan kan hij het hardste steen in tweeën breken. Voordat de loyale 3 Pokémon hadden verloren, hebben ze 3 van de ogre's maskers verstopt. En daarmee de ogre zeer verzwakt. Oké. We leren langzaam die ogre kennen. Iedereen in het dorp
is bang voor de ogre, zegt Kieran, maar ik niet. Hij is sterk en cool. Ik wilde altijd al zijn zoals hem toen ik een kind was. Je bent nog steeds een kind, toch? Ik wil zo cool zijn als die ogre. Mijn zus doet alles voor mij, zelfs als we op school zijn. Ik wil proberen om sterker te worden, zodat ik dingen zelf kan proberen. Ik wil dat de mensen op mij kunnen vertrouwen en dan... Misschien kan ik dan zelfs de vriend van de ogre worden. Oh ja, een foto. We moeten nog een foto maken. Is goed. Kijk eens, hoppakee. We zijn aan het bonden hoor, wij tweeën. Op naar het volgende bord. Oh, en trouwens, die ogre die lift op Oni Mountain, op de Oniberg. En als dus die trap daar naar boven omhoog gaat, dan kunnen we misschien wel vinden. Oh, daar moeten we sowieso naartoe. Nou, dat is top. Let's go. Hier zijn allemaal mensen de berg aan het beklimmen. Wat is dit? Oh, hier is een marktje, klein markt. Kunnen we hier dingen kopen? Nee, zo te zien is de markt nog niet helemaal open. Nou, dan gaan we maar naar het volgende bord. Dus volgens Kieran moeten we dan gewoon deze weg hier naar boven volgen. En dan ben ik dus benieuwd wat voor Pokémon er hier op Oni Mountain zijn. We zien een Pichu, maar die zat al in de game. Growlithe ook. Mousehold. Bonsly, Girder. Zit er nog wat leuks tussen voor mij? Wat zwemt er hier in het water? Ik zag hier een Pokémon. Zou wel gewoon een Wooper zijn. Nou, ik kan gewoon recht hier naar boven klimmen, want dat bord dat zou hier ergens boven moeten staan. Hallo. Oh, kijk, we zijn er ook gewoon gelijk. Oh, kijk, Kieran die is daar ook. Moeten we daar naar binnen? Dit is het huis van de ogre. Althans, dat is wat iedereen zegt. Ik kom hier super vaak, maar ik heb hem nog nooit gezien. Misschien komt zo'n ogre alleen tevoorschijn als die hoort dat er een battle is. Oftewel, jij wil nu battelen. Is goed. Laten we het proberen. Let's go, Kieran. Oké, maar ik heb nu wel echt veel sterkere Pokémon dan de eerste keer dat wij gingen battelen. Hè? Dus ik weet niet of jij je Pokémon hebt getraind. Kijk, oké, zijn Sandrot is een Furret geworden. Ik heb wel een Poliwagon nu meegenomen, hè. De vorige keer heb jij van mij gewonnen, maar dat gaan we niet nog een keer laten gebeuren. Oh, Dynamic Punch heeft maar een accuracy van 50. Vandaar dat ik die Sandshrew niet kon raken. Het zou nog wel eens een probleem kunnen zijn. Misschien moet ik die move toch maar een keer veranderen. Want 50% is wel heel laag. Hier, we slopen die Furret niet eens in één keer. Terwijl het wel super effective is. Oh, en hij is wel confused. Dat is lekker. Zou chill zijn als je jezelf raakt. Ja hoor, hoppakee. Hij sloopt zichzelf. Bye, Furret. Wie heb je nog meer? Ja, je had een Yanma. Die heb je nog steeds. Daar heb ik me nog niet super goed op voorbereid. Alhoewel mijn Ninetales tegen een Bug-type Pokémon. Dat zou wel moeten lukken. Go Ninetales, die prachtige Pokémon. Kijk me staan. En daar is Yanma. Yanma, die is gewoon nog wel sneller. Ja, die is best wel goed hoor. Die moet je niet onderschatten. Maar hier komt de Fire Blast van Ninetales. En dan is het ook klaar met Yanma. Ja, wat ga je doen tegen een Fire Blast, hè? Oh, en hij heeft ook een Poliwhirl. Oké. Misschien kunnen we nu Poltjageist eens even gaan testen. Dat is natuurlijk een Grass-type Pokémon en een Ghost-type Pokémon. Dus de fighting moves, die zouden niet zoveel moeten doen. Plus, ik ben super effective tegen Poliwhirl. Kijk. Wat een maffe Pokémon weer. Ik ga gewoon even voor Giga Drain. Oeh, die is level 60. Hij doet Liquidation. Is not very effective. Dus het is maar goed dat ik Giga Drain doe, denk ik. Level 66. Jemig. In ieder geval ben ik wel weer full HP. Dus dat is wel lekker met Poltjageist. Oké. We doen hetzelfde trucje nog een keer. Hij doet weer Liquidation. En ik doe nog een keer Giga Drain. Oké, Kieran. Je hebt het goed gedaan. Prima battletje. Of heb je nog meer Pokémon? Wel leuk om die Poltjageist eens even uit te proberen. Oh, no. I lost. Ja, sorry man. Ik wist het. Je bent echt super sterk, Rikachu. Hoe ga ik je ooit verslaan? Ja, je hebt het eerder gedaan, hè. Ik ga je niks zeggen. Maar Kieran die zegt, als de ogre deze battle heeft gezien, dan weet ik zeker dat hij denkt, wow, dit kind is super sterk. Kijk, op mijn school op de Blueberry Academy, dat is een school die zich specialiseert in Pokémon battles. Als ik zo sterk was als jij, dan kon ik misschien de beste trainer daar worden. Laten we naar de ogre's den gaan. Maar we moeten nog eerst een foto maken. Oh jee. Staat hij hier? Staat hij daar? Daar staat hij te kijken, hè? Dit is geen Shiftry. Kieran zegt, kijk uit voor je hoofd. Het is een beetje donker hier, man. Kan ik zien? Oh ja, het is weer leeg zo te zien. Kieran zegt ook, als je hier alleen moet leven, dan word je toch helemaal verdrietig van, of niet? Arme ogre, we hebben thuis heel veel plek. Ik zou hem gewoon binnenlaten in mijn huis. Oh, ja, dat is super lief, Kieran. Nou, hij vindt die ogre echt super cool. Maar ja, als de ogre in ons dorpje komt, dan wordt iedereen helemaal lijp. Nou, de zon die is al aan het zakken. En Kieran zegt, we moeten morgen naar dat laatste bord gaan zoeken. Oh, ik was bijna vergeten. Vandaag is de eerste dag van het festival van de maskers. Het is een groot evenement waarop iedereen een masker opdoet en het aan het vieren is. Maar als je wil gaan, dan kunnen we gaan. Ja, is goed man, we gaan. Klinkt als een leuk feestje. Maar eerst moeten we een paar dingen doen. Dus we moeten eerst langs mijn huis voordat we naar het festival gaan. Ik laat het wel even zien op je map. Ja, is goed man, is goed. Daar? Oké, ja, cool. Kijk mijn hoesje trouwens. Mijn hoesje is zo vet, hè. We moeten dus naar Kieran's huis, maar ik weet niet waar Kieran's huis is. Oh, hier is Kieran's huis. Oké. Ga ik toch nog even kijken wat hier allemaal te vinden is, want ik ben niet via deze weg naar binnen gekomen. Wat is dit voor een Pokémon? Het is een Geodude. Weet niet of die er al in zat. Een Geodude ga ik nu niet vangen. Dat komt misschien later een keertje wel. Timbers!
Die hoef ik ook niet te hebben. Wat is dat beneden, joh? Oh, dat is gewoon een bord. Ik dacht, wat is dit voor gek paars ding? Oeh, dit is zo'n gevaarlijke raid, zo te zien. Oh, 6 sterren golem. Koffing is ook daar, joh. Dit is echt een generatie 1 feestje, man, deze DLC. Anyway, we moeten naar zijn huis. En die is daar beneden in het dorp natuurlijk. Die is nu recht onder mij. Hallo. Is dat je pa? Oh nee, dat is zijn opa. Hallo, opa van Kieran. Goedenavond. Opa vraagt of we vrienden zijn. Ik zeg ja. En Kieran zegt, wat zijn we vrienden? Zijn we echt vrienden? Hij is niet gewend om vrienden te hebben. Hallo, oma. Helemaal blij dat Kieran een vriend heeft. Nou, de zon gaat onder. En oma die zegt, ik heb Jinbei voor je. Ik heb geen idee wat dat is, maar geef mij die Jinbei. Oh, wat? Oma zegt, we moeten je kapsel fixen. Wat is er mis met mijn kapsel? Oh, oh, wow, wow, wow. Ik zie er opeens uit. Oh, dit is heel anders. Ja, oké. Ja. Ik weet niet zo goed wat ik van deze outfit vind. Dank u wel, opa en oma. Wow, daar is Carmine. Die schrikt zich ook het leplazer. Die zegt, wat doe jij hier? Kieran zegt, Rick zei dat hij naar het festival van de maskers met mij ging. Ja, Carmine. Misschien moet jij ook wel wat aardiger doen. Dan zouden we ook kunnen gaan. Dan mocht je misschien ook mee. Carmine die zegt, ik kon het masker niet vinden. Mijn masker. En oma zegt, ja, die ligt gewoon in de schuur. mag ik ook een masker uitzoeken? Ik wil niet dat iemand mij herkent namelijk in deze outfit. Dus ik wil heel graag een masker. Er zijn maar 2 maskers hier. Oh, oké. Okay. Nou, dus ik krijg geen masker. Oké, Carmine. Nou, dan neem ik geen masker. Ja. Sta je nou te zwaaien, joh? Oh, wat? Je wil met mij battelen? Gaan we battelen voor een masker? Oké. De inzet is een masker. Let's go, Carmine. Ik heb jou al eerder verslagen. Oh my gosh, kijk mijn outfit. Oké, wie breng je daarvoor mee? Oh, Mort Pekko. Oké. Ik heb Polly Red. Oh, Jinbei, dat is de outfit. Ze zegt namelijk, kom maar eens kijken hoe goed ik eruit ziet in mijn Jinbei. Au, ja, dit dacht ik alweer. Potverdorie, dit was geen goede keuze. Maar Polly Red is weg. Oké. Niet staan juichen, Kieran. Ik dacht dat je voor mij was. Oké, boze Mort Pekko. Let's go, Jan Mega. Klopt het dat hij nu een dark type is? Dan ga ik bug buzzen. Oh my gosh, hij doet Thunder Wave en daardoor ben ik nu paralyzed. Ik hoop dat ik hem kan raken. Ik ben in ieder geval geen flying type meer, dus dat scheelt. Let's go, bug buzz. Bam. Oh, hij heeft nog 1 HP over. Carmine zegt, stop met deze super effective moves. Hij gaat gewoon een lekker berrytje eten of zo. Oké, daar komt het aura view. Dat is dus niet meer super effective nu. En mijn ancient power gaat Mort Pekko slopen. Kijk, dit is lekker, man. De eerste Pokémon dus weggemoord. Pico was wel moeilijk, man. Carmine doet een stuk stoerder dan in de eerste battle. We moeten nu tegen Mytien, hè? Ja, dan blijf ik toch eventjes bij deze Pokémon. Ik weet niet of het slim is. Ja, ik denk het eigenlijk niet. Ik denk dat Mytien mij kapot gaat maken. Mytien doet takedown. Ja, dit is... Ja, oké. Had ik aan kunnen zien komen. Ik heb ook niet echt iets super effectives meer nu. Ik ben helemaal niet voorbereid op deze battle. Dus zo zijn ze hier in deze Mossui-regio. Of Kakakakalakalaka-regio. Oeh, ik krijg een crunch. Oké, ik overleef het. Lekker bezig, Sandslash. Kom maar op met die earthquake. Lekker. Oké. Hierna gaan we voor Gyro Ball. Mytiana begint te huilen. Dus even kijken hoe goed de Gyro Ball is. Oh, niet zo goed. Hoe langzamer ik ben dan mijn tegenstander, hoe meer damage die doet. Maar blijkbaar ben ik echt gewoon bijna dezelfde snelheid. Hij boost zijn attack, dus ik hoop dat ik hem met deze earthquakes knock. Ja, oké. Mytiana is weg. Oké, dit zijn flinke battles. Helemaal goed. Dan nog een Swadloon. Nou, die kan ik als het goed is wel hebben met mijn Ninetales. Het enige waar ik me continu zorgen om maak is dat ik nog niet hoog genoeg level ben. Dus nog niet snel genoeg ben. Want ook Ninetales die heeft nog damage gepakt van een vorige battle. Daar is Swadloon. En dan hoop ik maar dat ik hem raak met mijn Fire Blast. Ja, zeker. En ik ben sneller. Oké, dan. Dan is Swadloon sowieso weg. Ja, Carmine. Ja, kan je wel stoer doen met je pakkie en je masker. Maar gaat toch nog niet zo goed voor je, hè? Sinistra? Is dat ook een nieuwe Poltergeist variatie of zo? Oké, Ninetales, jij mag proberen, maar... Carmine die zegt, ik ga je verslaan en dan ga ik als een winnaar naar het festival. En dit is Sinistra. Ja, dit is een andere toch? Ik heb Poltergeist. Is dit dan ook een Grass-type? Oh, hij begint een berry te eten. Oké, super effective, maar doet weinig damage. Dat komt door de berry die hij eet, zo te zien. Het is een speciale dag, dus het is tijd voor een speciale move, zegt Carmine. Shadow Ball is jouw speciale move. Oké, overleef het alsjeblieft, Ninetales. Oké, goed bezig. Dan kan ik nu wel een goede Fire Blast doen. Gelukkig raken we hem. Dit moet het einde van Sinistra zijn. Toch in jou, hoor. Oké. Ik wist niet dat er 2 nieuwe variaties waren, maar helemaal nice. Oké, maar ik heb je afgeslagen. Hè? En nu heb je je beste Pokémon meegenomen. Nu mag jij niks meer zeggen, Carmine. Ik vind eigenlijk dat ik nu jouw masker mag hebben. Carmine die zegt, nu heb je mij verslagen. En dat betekent niet dat er opeens een nieuw masker op een of andere magische manier verschijnt. Nou, ik ga mijn masker pakken.
Hoe kan je maar, dit is zo vervelend. Zij doet zo stoer. Nou, gefeliciteerd hoor met jullie maskers. Kieran zegt, Rickertje, je mag mijn masker wel dragen. Nee, dat hoeft niet, dat hoeft niet. Carmine, dat hoeft helemaal niet. Carmine die zegt, dit is jouw ogre masker. Dit is jouw lievelingsmasker. Kieran zegt, ja maar. Carmine zegt helemaal niet, ja maar. Rickertje moet thuis maar zelf komen. Die moet zelf maar de masker fixen. Nu, we gaan er vandoor. Zo. Kieran zegt, sorry Rickertje. Ik weet dat mijn zus nogal harsh is. Dat betekent letterlijk vreed. Maar ze is zo slecht nog niet. Ze was zich rot aan het zoeken naar een derde masker voordat jij kwam. Maar niet zeggen dat ik jou dat verteld heb. Oké, nou dan ga ik nog even. Misschien ligt er wel nog een masker in dat hutje. Het festival is helemaal boven bij Kitamaki Hall. Laten we gaan. Mag ik nog even mijn Pokémon healen en zo? En ik ga toch stiekem nog kijken, hè? Of hier niet stiekem nog een masker ligt. Nou, zo te zien niet, nee. Ik kan er niet in. Nou, dan ga ik maar maskerloos in de volgende video. Als je dit een leuke serie vindt, doe zeker die duimpjes omhoog. Vergeet niet te abonneren. En dan zie ik je gewoon daar. Mazzel!